Alle leerlingen kunnen dit schooljaar nog terug naar school. Voltijds, halftijds of maar voor enkele dagen. De veiligheidsmaatregelen op school mogen ook soepeler. Heel concreet betekent dat dat we opnieuw perspectief en hoop gaan kunnen creëren voor honderdduizenden en eigenlijk zelfs miljoenen leerlingen, kinderen, ouders en leerkrachten. Zomerkampen kunnen ook doorgaan in groepen van maximum 50 weliswaar en speeltuinen mogen woensdag weer open. Aan de KU Leuven is een coronavaccin met succes getest op hamsters. Later dit jaar wordt op mensen getest. En dat iedereen blij is dat we samen nu vooruit kunnen met het liberalisme in Vlaanderen. Bedankt. Egbert Lachaert volgt Gwendolyn Rutte op als voorzitter van Open VLD. Hij haalt het met meer dan 60% van de stemmen. En in Pakistan stort een passagiersvliegtuig neer op een woonwijk. Er vallen meer dan 100 doden. Het is 7 uur. Dit is het journaal met Annelies van Herk. Een heel goeie avond. Veel goed nieuws voor kinderen en jongeren vandaag. Laten we beginnen bij het nieuws over de scholen. Want als het van minister Weitz afhangt, kunnen vanaf 2 juni veel meer kinderen naar school. Kleuters voltijds, alle klassen uit de lagere school halftijds en ook het tweede en het vierde middelbaar halftijds. Minister Weitz heeft dit afgesproken met de onderwijskoepels en de vakbonden. Hij zegt dat het ook wat soepeler kan met de veiligheidsmaatregelen op school. De Nationale Veiligheidsraad moet het plan wel nog goedkeuren. Eigenlijk hebben we in essentie beslist dat we de scholen opnieuw open doen. Weliswaar gefaseerd en niet voor elke leerlingengroep op dezelfde manier. Maar de ambitie om elke leerling nog dit schooljaar op school te krijgen, dat zullen we kunnen waarmaken. Wat vooral belangrijk is, is dat er nu perspectief is voor alle leerlingen. We zullen het kleuteronderwijs volledig heropstarten vanaf 2 juni als dit advies door de Veiligheidsraad gevolgd wordt. Dat betekent toch wel echt heel veel soelaas dat alle kleutertjes terug naar school komen. Want zij waren eigenlijk ook het meest aanwezig in die opvang. Dus daar bieden we ook meteen een oplossing voor. Kinderen van de lagere school kunnen maximaal 4 dagen per week naar school in klassen tot 20 leerlingen in plaats van maar 14. Op de speelplaats hoeft de afstand niet meer bewaard te worden. Die versoepeling is mogelijk eigenlijk door het feit dat we inderdaad toch indicaties krijgen vanuit de virologen dat de besmettingsgraad van de kinderen onder de 12 jaar eigenlijk relatief veel lager ligt dan bij andere bevolkingsgroepen. We krijgen ook indicaties dat in Denemarken en in Nederland, waar men dit sneller die stappen heeft gezet, dit ook inderdaad tot geen extreme verhoging van het virus, van de verspreiding van het virus komt. Dus in die zin denk ik dat we een aantal indicaties hebben waarop we ons kunnen steunen om dit mogelijk te maken. In de middelbare scholen kunnen alle leerjaren minstens een dag terugkomen. Maar pas als directies en leerkrachten de versoepelingen haalbaar en veilig vinden, kunnen de deuren weer meer open. Het was heel belangrijk dat er één duidelijke afspraak kon gemaakt worden tot het einde van het jaar en die gebaseerd is op veiligheidsvoorschriften. En daarom dat we ook een heel lange discussie hebben gevoerd met de vertegenwoordiger van het GEES. Wat is veilig, wat is niet veilig? Kerlijne Everaert, goedenavond. Ja, meer kinderen op de scholen, dat kan alleen als die afstandsregel niet meer strikt geldt en als de klassen niet meer ontdubbeld moeten worden. Dat is dan ook de bedoeling? Dat is zeker de bedoeling. En dat kan alleen maar als de kennis over dat virus ook veranderd is natuurlijk. Wat we in het begin van dat virus wisten, is niet meer wat we nu weten. Nu weten virologen dat kinderen onder de 12 jaar niet de motor van dat virus zijn. En vandaag hebben de onderwijsverstrekkers en de minister en de vakbonden samengezeten hoe je de scholen anders kunt organiseren, rekening houdend met die nieuwe kennis over dat virus. En dat moet natuurlijk nog altijd op een veilige manier zijn. Dat moet ook een geloofwaardige manier zijn.
En dat moet natuurlijk ook op een manier zijn die leerkrachten zien zitten voor de rest van het schooljaar en die hen een beetje zekerheid geeft. Niet alleen de leerkrachten natuurlijk, maar ook de leerlingen, de ouders. Ik heb daarover een gesprek gehad met minister van Onderwijs Weitz. Ik heb daarover met hem gesproken zowat een uurtje geleden in ons journaal van 6. We gaan daar even naar luisteren. Heel concreet betekent dat dat we opnieuw perspectief en hoop gaan kunnen creëren voor honderdduizenden en eigenlijk zelfs miljoenen leerlingen, kinderen, ouders en leerkrachten. Dat wil zeggen dat we vanaf 2 juni voorstellen om het kleuteronderwijs volledig open te laten, dus voor de volledige onderwijstijd. Voor het lager onderwijs zijn nu al 3 leerjaren die mochten opengaan. Wij zouden vragen dat ook alle leerjaren zouden mogen opengaan. En zodoende dat we de laatste maand juni, dat minstens voor de helft van de tijd elk leerjaar naar de school zou worden uitgenodigd. Scholen zijn daarin vrij hoe ze dat organiseren. Je kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat het eerste en tweede, derde leerjaar dat die in de voormiddag komen en de rest in de namiddag. Of je kan zeggen maandag en dinsdag 1, 2 en 3 en dan donderdag en vrijdag 4, 5 en 6. Dat is hun inzicht en hun verantwoordelijkheid. Zij hebben, denk ik, bewezen dat ze het vertrouwen verdienen. Wij geven dat vertrouwen ook. Tot slot is er het secundair onderwijs. Daar mocht enkel de laatstejaars open gaan. We verruimen dat met het tweede jaar en het vierde jaar voor maximum 2 dagen per week. Maar ook nog eens, vermits dat we echt willen dat alle kinderen opnieuw naar school kunnen, vragen we ook aan de scholen van enkele dagen en minstens 1 dag ook voor te organiseren voor de leerlingen in het eerste, het derde en het vijfde. Slotsom, het voorstel dat we nu doen, zorgt ervoor dat alle kinderen, alle leerlingen in Vlaanderen terug naar de school kunnen. Voor sommigen zal dat heel beperkt zijn, maar voor sommigen zal dat, zoals voor de kleuters, heel uitvoerig zijn. In de lagere school verandert er wel veel. Hoe is dat allemaal te rijmen met die veiligheidsmaatregelen van afstand houden bijvoorbeeld? En waarom is dat eigenlijk mogelijk? Wat is er veranderd dat nu mogelijk is? 2 zaken. 1, ik denk dat we met onze stap-voor-stap aanpak hebben vertrouwen gewonnen binnen het onderwijsveld en ik denk ook bij de veiligheidsexperten. Zij hebben ook op grond van hun voortschrijdend inzicht van buitenlandse voorbeelden zoals in Denemarken, hebben gezegd, oké, in jullie aanpak om de combinatie te zoeken tussen het veilig organiseren van nieuwe lessen en het doenbaar, wel, willen we iets soepelder zijn als het gaat over de veiligheidsmaatregelen. En een van die versoepelingen is dat er nu 20 leerlingen in de klas mogen zitten in de lagere school. Is dat voldoende om de scholen bereid te vinden om meer leerlingen naar de klas te laten komen? Wel, soms kan zo'n kleine verruiming, tevoren was een maximum van 14, dus verruimd naar 20. Ja, in de praktijk kan dat soms een wereld van verschil betekenen. Dus als we een beetje meer soepelheid krijgen op vlak van de veiligheidsvoorschriften, dat maakt aan de andere kant van de weegschaal dat het ook doenbaarder is om meer leerjaren te organiseren. En dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat ook we dat volledige kleuteronderwijs kunnen gaan openen. En als we het volledig kleuteronderwijs kunnen gaan openen, dan wil dat zeggen dat ook de lagere school veel minder kinderen gaan moeten opvangen. Dus het is eigenlijk een omgekeerd cascade-effect, waardoor dat enige soepelheid, versoepeling op vlak van de veiligheidsvoorschriften ertoe leidt dat we kleuteronderwijs volledig kunnen openen, maar dat we ook in afgeleide orde kunnen overgaan tot de opening van meer leerjaren in het lager onderwijs. Ja, Kerlijn, het is een plan, een vrij concreet plan van de minister. De Nationale Veiligheidsraad moet nog de goedkeuring geven. Maar dit is wel doorgesproken met de virologen. Dit is absoluut doorgesproken met de virologen. Ze zaten hier niet alleen een onderrondje te houden, dat zeker niet. Erika Vliegen, die het exitcomité leidt, dus die ons uit de coronacrisis leidt, terug naar het normaal, zeg maar, die was hier ook vandaag, heeft heel veel uitleg gegeven. Het is ook zij die uitleg gedaan heeft over het coronavirus en de 12-jarigen, dat het daar toch niet zo enorm leeft, dat virus. Maar zij niet alleen. Hè. Er was vandaag ook een open brief van 15.000 pediaters die denken of die zeggen van kijk, dit virus is eigenlijk, je mag dit virus niet zien als een plek waar... Ja, je mag dit virus niet zien als een plek bij 12-jarigen. Dus daar moet je eigenlijk... We gaan daar even naar luisteren. We weten sowieso dat kinderen minder besmettelijk zijn naar anderen.
Daar is een tijdje discussie over bestaan, maar ik denk dat dat een discussie is die voorbij is. Dus wij zijn er nogal gerust in als kinderarts en als infectiologen dat we het daar wel bij het juiste eind hebben. Dat het niet de kinderen zijn die de verspreiders zijn naar de volwassenen, maar dat het de volwassenen onder elkaar zijn en de volwassenen naar de kinderen. Dus er zijn nogal wat argumenten om aan te nemen dat we die afstandsregel bij kinderen beneden de 12 jaar... Zijn we er nogal gerust in en durven wij als kinderartsen ook wel adviseren dat die 1,5 meter afstandsregel misschien wel even zou mogen terzijde worden gezet. En dan heb je letterlijk ruimte. Dan kun je meer kinderen ontvangen. Ja, vanaf 2 juni is dat. Grote opluchting bij de leerlingen dat ze weer naar school mogen. Sommigen hebben hier echt naar uitgekeken. We kijken naar enkele reacties. Yes, ik ben super blij dat we naar school mogen gaan, want het idee dat ik pas in september mijn klasgenootjes terug mocht zien, leek me echt heel lang. En het lijkt ook een beetje alsof we ons normale leven kunnen heropstarten. Ik vind het wel wat minder dat de scholen terug open gaan, want ik vond het thuiswerken wel heel leuk. En ik chatte heel veel met mijn vrienden, we deden elke dag een videochat met de hele klas. En de meester of de juf. Het had wel wat vroeger kunnen, maar ik ben echt super blij dat we dit jaar eigenlijk nog terug naar school mogen. En het gaat ook veel makkelijker zijn om leerstof te leren. En het gaat gewoon tof zijn om je vrienden terug te zien. Alleen is het wel spijtig dat we dat misschien niet hetzelfde gaat zijn als vroeger. En dat mis ik wel, want dat is tof om tikkertje en zo te spelen. En ik kijk er naar uit om terug naar school te gaan. Joehoe! Dat voor het onderwijs, want er is meer goed nieuws voor kinderen en jongeren. Ze kunnen op kamp deze zomer. Niet in al te grote groepen, er zijn voorwaarden, maar kampen en speelpleinen kunnen doorgaan. De 3 ministers van jeugd hebben daar de hele dag over samengezeten en er is een beslissing. Helen Goedgebeur, je hebt het daar gevolgd. Ja, een hele dag was dat dat ze gediscussieerd hebben. We hebben moeten wachten op die beslissing tot zowat een uurtje geleden. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ja, het heeft inderdaad even geduurd. Het is niet zo vlot verlopen als eerst gedacht. Maar goed, de persconferentie is hier net afgelopen. En ik denk de belangrijke boodschap was de kampen kunnen doorgaan. Ook de jeugdcentra kunnen terug opengaan. Dat is heel goed nieuws voor meer dan 1 miljoen kinderen bij ons die daar toch wel zitten op te wachten. Ook de speeltuinen kunnen voor een heel groot deel terug opengaan. De belangrijkste regel is waarschijnlijk die contactbubbel van 50 mensen. Dat betekent dat er niet meer dan 50 begeleiders en jongeren samen in één zo'n contactbubbel mogen zitten, in één kamp bijvoorbeeld. De vraag is dan natuurlijk, ja, hoe ga je onderling spelen en dat kamp doorbrengen? Want het DNA van een jeugdkamp is toch wel veel samen dingen doen. Ik ga die vraag meteen richten aan onze Vlaamse minister van Jeugd, meneer Benjamin Dalle. Goedenavond, bedankt om tot bij ons te komen. Ja, hoe moeten die hygiënische maatregelen binnen een groep van 50 kinderen en begeleiders in acht genomen worden? Wel, eerst en vooral, wij zijn bijzonder verheugd dat de zomerkampen en de jeugd activiteiten kunnen doorgaan. Daar is keihard aan gewerkt door heel de jeugdsector samen met virologen. En het zijn die virologen die ons hebben gezegd, pas op met te grote groepen. Je moet zorgen dat die contactbubbels dat die beperkt blijven. Waarom? Omdat je in het jeugdwerk, in een jeugdbewegingskamp, dat je niet aan social distancing kunt doen binnen zo'n groep. Vandaar 50. En het is dus de bedoeling dat bijvoorbeeld als men een groter kamp heeft, ik zeg maar iets, een kamp van 90, dat men die opsplitst in 2, zodat men eigenlijk in 2 afzonderlijke contactbubbels speelt, eet, slaapt enzovoort, om te vermijden dat bijvoorbeeld wanneer een besmetting zou zijn, dat te veel uitgebreid zou worden, dat er te veel op kinderen kunnen besmet worden. En wat dan met afstand houden, het dragen van mondmaskers, handshells? Ja, handen wassen, hygiënische voorschriften, dat is heel belangrijk. Dus men zal regelmatig de handen moeten wassen. Maar zoals gezegd, binnen de contactbubbel zal men geen afstand moeten houden. Wel zal er een beetje gezond verstand gevraagd worden. Niet de meeste, geen vleeshoop bijvoorbeeld of dikke Bertha doen, maar alle spelen die normaal zijn in het jeugdwerk, die kunnen wel met gezond verstand. Alleen bij contact met externen, dat moet zoveel mogelijk vermeden worden, zullen ook mondmaskers moeten gedragen worden, bijvoorbeeld op het openbaar vervoer. Oké, wat ook met kampen in het buitenland? Zo zijn er wel wat, bij Kazoo bijvoorbeeld, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit. Ik heb begrepen dat er een grens is van 150 kilometer buiten de Belgische grens. Dat kan. Wat is de reden daarvoor? En wat dan met kampen bijvoorbeeld die in Spanje of Italië gepland waren? De jeugdsector heeft gedetailleerde aanbevelingen en regels uitgewerkt. En één daarvan is een noodprocedure waarbij kinderen die
ziek worden of jongeren die ziek worden, altijd snel moeten kunnen opgehaald worden door de ouders. En de jeugdsector heeft eigenlijk zelf gezegd, als het verder is dan 150 kilometer buiten de grens, dan wordt dat moeilijk om dat snel te doen. Vandaar dat de vraag is om buiten de 150 kilometer van de grens om de kampen niet te laten doorgaan. Binnen de 150 kilometer wachten we ongeduldig af op wat de buurlanden zullen zeggen. Maar we zijn wel hoopvol dat daar ook met verschillende buurlanden nog kampen zullen kunnen doorgaan. Oké. Kunnen deze regels nog teruggedraaid worden? Mocht blijken dat er ineens toch heel veel besmettingen zijn? Wel, dit is heel grondig voorbereid door de sector en door de virologen. Dus ik ga ervan uit dat dat definitief is. Ik wil en ik hoop trouwens dat het virus echt wel achteruit gaat. En dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. We moeten allemaal ervoor zorgen dat de regels vandaag ook gerespecteerd worden. Dat we onze handen wassen, dat we afstand houden. Dat we niet noodzakelijk uit ons kot komen, nog altijd. En als we dat doen, dan gaan die zomerkampen zeker kunnen doorgaan. Oké, hartelijk dank, minister van Jeugd Benjamin Dalle. En ja, ik denk dat het nu voor heel veel kinderen toch uitkomt. Kijk eens naar die zomer. Zeker. Dankjewel, Helen. Want het spreekt voor zich dat alle kinderen die zich hadden ingeschreven voor een zomerkamp heel erg blij zijn dat ze ook echt zullen kunnen vertrekken. En wat opvalt, opgelegde regels en voorwaarden, dat vinden ze geen probleem. Hallo. Ik heb net gehoord dat we dit jaar terug op kamp mogen gaan. En ik ben echt super blij, want ik heb er heel erg naar uitgekeken. En dit jaar gaat het dubbel zo leuk zijn, want mijn zusje komt mee. Ik vind het heel leuk dat de zomervakanties kunnen doorgaan, omdat ik er naar uitkijk om met mijn vrienden samen te kunnen spelen en niet alleen zoals de voorbije weken thuis. Normaal speelde ik nu een musical, maar door corona is die ook afgelast. Maar ik kan wel op musical camp en kan ik de meeste mijn vrienden en vriendinnetjes terugzien. En ik begrijp dat we nog altijd regels moeten volgen om niet besmet te raken. En ik ben zeker dat het een leuke kamp gaat worden. Ik snap dat er regels zijn om alles veilig te houden. En ik zal mij daar zeker aan houden. En hoop dat iedereen aan de regels zal houden. Zodat het voor iedereen een fijne en leuke vakantie wordt. Zomerkampen kunnen dus met maximaal 50 personen, dat is al zeker. Maar jeugdverenigingen zitten nog met veel praktische vragen. Sommigen wachten de officiële richtlijnen niet af en ze hebben nu al plannen uitgewerkt. KSA in Kuurne bijvoorbeeld. Ernaartoe lopen, maar op een veilige afstand een koprol doen en de plaats dan te tacken en dan mag je terug gaan verstoppen. 10, 9, 8. De leiding en enkele leden van KSA Kuurne testen al even coronaveilige activiteiten uit. De jeugdbeweging heeft de officiële draaiboeken niet afgewacht om noodscenario's voor het zomerkamp uit te werken. Even zien! Ik denk dat het voor ons het belangrijkste was dat de examens nu voor alle leiding eraan komen. Dus dat we eigenlijk geen tijd hebben om daar nu meteen nog op te springen en van nul te beginnen. Normaal trekken ze met 150 leden op kamp. Die groep is dus te groot, maar daar hielden ze wel al rekening mee. 3, 2, 1, start! Als we die beslissing nemen, dat het vooral is met het idee in het achterhoofd van liever twee keer op kamp in een gesplitste groep of in verschillende groepen, dan helemaal niet op kamp te kunnen gaan. Tijdens het hele kamp zoveel mogelijk afstand houden, dat wordt de grote uitdaging. Zeker voor groepen die in tenten slapen. In november moeten we eigenlijk al de tenten bestellen. Dus we kunnen dat eigenlijk niet meer aanpassen. Maar misschien dat we kunnen als leiding onze eigen persoonlijke tenten kunnen meenemen. Kunnen we eigenlijk wel nog wat schuiven in de plaatsen, zodat er eigenlijk wel genoeg afstand kan bewaard worden tussen de kinderen. Maar wat met sanitair bijvoorbeeld, eten klaarmaken op de kampplaats of het vervoer? Daar wachten de jeugdverenigingen nog op pasklare antwoorden. Ik denk dat de trein echt wel de enige oplossing is. Zeker als we met tenzij dat iedereen, iedere ouder zo een kind daar brengen, maar ik denk wel dat dat is, denk ik niet te doen. 1, 2, go! De jeugdverenigingen hebben nog 5 weken om alles concreet uit te werken. Begin juli zijn de eerste zomerkampen. Het sluit aan bij wat wij eigenlijk al in onze gedachten hadden en waar wij ons hebben op voorbereid. Dus het is nu enkel nog die contactbubbel van 50 personen concreet maken, maar we verlangen superhard om op kamp te kunnen vertrekken. Wie alle regels en versoepelingen voor kinderen en jongeren nog eens rustig wil nalezen, alles staat op onze website veertienieuws.be. Overal in de wereld wordt intussen kortzachtig gezocht naar een vaccin tegen corona.
Want pas wanneer we dat hebben en massaal kunnen inenten, zullen we ons leven van voor corona terugkrijgen. Ook aan het REGA-instituut in Leuven van de Leuvense Universiteit werken ze aan een vaccin. Hun eerste proeven op hamsters zijn alvast succesvol. Een onderzoekster haalt in het hoogbeveiligde lab van de KU Leuven een staal met levend coronavirus uit de diepvries. Doel: een vaccin vinden tegen het virus. De wetenschappers werken daarvoor voort op een bestaand vaccin, dat tegen gele koorts. Wel, het gele koortsvaccin bestaat al 82, 83 jaar. En dat is in die ganse periode misschien al aan 1 miljard mensen toegediend. Het is een heel werkzaam vaccin, een heel veilig vaccin ook. En we weten dat één spuitje, dat voor de rest van het leven afweer opbouwt. Dus één spuitje en je bent voor altijd beschermd. De onderzoekers hebben daarom een deel van de genetische code van het coronavirus ingebracht in het gele koortsvaccin. En ze hebben zo 7 verschillende kandidaatvaccins gemaakt. 7 mogelijke kandidaatvaccins. En de bedoeling was dan om heel grondig, heel systematisch na te gaan welke van die 7 activeert eigenlijk op de beste, meest efficiënte manier het afweersysteem. De 7 mogelijke kandidaten werden getest op hamsters, omdat die diertjes erg vatbaar bleken voor corona. Meer dan muizen bijvoorbeeld. Hamsters kunnen het virus ook doorgeven aan elkaar. En enkele van de 7 kandidaten blijken erg goed te beschermen. We hebben eigenlijk van die 7 er een aantal die een klein beetje werken. We hebben er een aantal, dus in het opwekken van immuniteit, een aantal die zo wat half weg hangen. En dan 1 of 2 kandidaten die het echt goed doen. En dus die zijn we nu verder aan het testen. Als de resultaten op hamsters goed blijven, kunnen de onderzoekers later dit jaar starten met de eerste tests op mensen. In de eerste plaats om na te gaan of het vaccin veilig is. En professor Johan Nijts zit hier bij ons in de studio. Goedenavond, welkom. Goedenavond. Dat is hoopgevend nieuws vanuit uw laboratorium. Wanneer kan uw vaccin er ten vroegste echt zijn, stel dat alles mee zit? Als alles mee zit. Dus wat we moeten doen is eigenlijk... We produceren dat in het lab, we maken dat vaccin zoals uitgelegd. En dan moet je dat gaan testen in gezonde vrijwilligers. Maar we kunnen niet wat we in het labo produceren, kunnen niet zomaar eventjes gaan inspuiten bij mensen. Nu moeten we daar bij een bedrijf die dat kan produceren, volgens kwaliteitsnormen, en de overheid kijkt ook mee, dat opnieuw produceren en het productieproces opgestart worden. En dan pas kan je dat in gezonde vrijwilligers gaan inspuiten. En als dat veilig is, dan in een fase 2-studie bij 100 mensen en dan met 1000 mensen. Dus het duurt nog wel een tijdje. En welke timing, waarover spreken we dan? Wel, de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de eerste vaccins er zullen zijn tegen de zomer van 2021. En bijvoorbeeld Janssen Pharmaceutica is een van de koplopers. Ik denk dat het bij ons nog wel een tijdje langer zal duren, maar dat zal ook nodig zijn. Er zijn verschillende vaccins nodig, dus de eerste zijn niet per se de beste. Ik hoop dat de eerste de beste zijn, maar er zijn er heel wat nodig. Ja, ja, ja. Nu, Oxford University, daar werken collega's van u ook aan een vaccin. Daar zijn ze zelfs nu al aan het testen op mensen, zitten ze al in die fase. En er is nog nieuws binnen vandaag, want dit najaar hebben ze hun eerste bestelling zelfs binnen van de Amerikaanse overheid. 400 miljoen vaccins voor $1 miljard, dat is niet niks. Waarom kunnen zij dat sneller? Want zij denken misschien dit najaar, eind dit jaar al een vaccin op de markt te hebben, dat te kunnen leveren. Ja, wel, ze waren in Oxford eigenlijk bezig met een vaccin te ontwikkelen tegen het MERS-corona. Het MERS-corona is een neefje van dit SARS-corona. Dat is het virus dat in het Midden-Oosten circuleert, dat van kamelen door mensen wordt overgedragen. En ze hadden eigenlijk heel dat vaccin proces al doorlopen, ook het productieproces voor een stuk doorlopen. Wat ze eigenlijk moesten doen, was een stukje van het SARS-CoV-2 nu, of van het MERS-coronavirus vervangen door dat van het SARS-CoV-2. En daarom ze eigenlijk ging het heel snel. En daarom ging het snel. De procedure lag eigenlijk klaar. En vandaar dat ze eigenlijk voorop lopen in heel dat proces. Nu, deze week zijn er wat resultaten ook gepubliceerd in apenstudies met hun. En het zit wel oké, maar het blijkt ook wel dat het echt nog niet helemaal een ideaal vaccin is. Mm-hmm. Maar ze zijn ook dus al aan het testen op mensen. Ja. Nu, dat kan op dit moment, want de epidemie is er. Want anders zou je mensen eerst een vaccin moeten toedienen, placebo aan een andere groep, en dan zorgen dat ze besmet raken. Ja.
Maar wanneer u misschien toe bent aan het testen op mensen, is de epidemie misschien op een heel laag pitje. Hoe gaat u dat doen? U kunt toch geen mensen bewust besmetten met iets? Nee. Een ziekte waar geen medicatie voor is? Ja. Wel, het virus blijft nog wel een tijdje circuleren de komende jaren. Dus het zal zeker mogelijk zijn om die studies uit te voeren, in fase 2 en fase 3 studies uit te voeren. En natuurlijk, als het wat minder circuleert, en laten we ons hopen ook dat het laag blijft, dat niet te veel mensen in het ziekenhuis, dan duurt het langer. En dan kun je ook eventueel meer mensen gaan insluiten in de studie, of je kunt naar landen gaan waar het meer circuleert. Ah ja, op die manier. Ja. Nu, u heeft het al gezegd, niet de enige die op zoek is naar zo'n vaccin. Er zijn tientallen teams over de hele wereld. Waarom is dat goed, dat er zoveel mensen tegelijk werken, maar wel elk op hun eigen manier? Zouden ze niet bijvoorbeeld beter de krachten bundelen? Ik zeg maar wat. Er wordt veel samengewerkt. Het is een soort van afvallingskoers. En ik vergelijk het eigenlijk met een hordeloop met nog een aantal valkuilen erbij. Dus momenteel zijn er, de Wereldgezondheidsorganisatie schatten 100 à 120 teams bezig met de ontwikkeling van een vaccin. En er zullen er uiteindelijk een heel deel afvallen. En dat is altijd zo bij vaccinontwikkeling, bij therapieontwikkeling, heb je van degenen die in fase 1 geraken, dus de veiligheid die bij de mensen wordt getest, uiteindelijk daarvan zijn er ongeveer een stuk of laten we zeggen 10% die de eindmeet halen. Dus van die 100 of 120 zullen er misschien 10 of 12 of 15 de eindmeet halen. En dan hebben we zoveel verschillende vaccins. En dan heb je zoveel verschillende vaccins. Dat is ook nodig, omdat we al bij al uiteindelijk 6, 7 miljard mensen moeten gaan vaccineren. Dus verschillende vaccins nodig. Je kan ook niet al je eitjes in één mandje leggen. Je moet dus verschillende vaccins naast elkaar hebben. Misschien is het ene wel beter dan het andere. Je hebt ook voldoende productiecapaciteit nodig. Dus de ene fabriek kan een bepaald vaccin maken en de andere fabriek een ander vaccin. Dus dat speelt allemaal mee. Dus het is goed dat we nu met een peloton aan het fietsen zijn of aan het lopen zijn met 100 of 120. Er zullen er veel afvallen, maar that's the game en dat is nodig. Oké, dank u wel voor uw toelichting, professor Neitz. En laten we dan eens kijken naar de coronacijfers voor ons land. 56 mensen die besmet zijn met het coronavirus zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat is weer een daling na de lichte stijging van gisteren. Er liggen alles samen nu 1415 coronapatiënten in onze ziekenhuizen. 268 van hen krijgen intensieve zorg. Ook dat zijn dalende cijfers. Het aantal nieuwe overlijdens door corona ligt ook laag. Het zijn er 26. En daarmee zijn in totaal nu 9212 Belgen overleden door corona. Samengevat, wat ziekenhuizen en overlijdens betreft, zitten we goed, maar er raken nog altijd mensen besmet. 276 nieuwe besmettingen zijn gisteren gemeld. Koen Wouters van onze wetenschapsredactie. 276 nieuwe besmettingen. Zijn dat er veel? Moeten wij ons zorgen maken? Het is nog geen cijfer om je zorgen in te maken. Het zijn er iets meer dan gisteren en eergisteren. Maar als je dat dan vergelijkt over de hele week, het zevendaags gemiddelde, zoals dat heet, dan is er nog altijd een dalende trend. Belangrijk om te weten is ook dat er veel meer getest wordt dan pakweg een maand geleden. Een maand geleden was 25 tot 30% van de tests positief. En nu met dit cijfer van 276... dat is eigenlijk maar 1,5% van de uitgevoerde tests. Dus dat valt nog goed mee. Misschien meer onrustwekkend is de evolutie van dat reproductiegetal, de R-waarde. Dat is het getal dat aangeeft hoeveel mensen een coronapatiënt besmet. Dat was gezakt naar 0,6 en is nu weer gestegen naar 0,8. Ja, dat is toch meer onrustwekkend, maar ik zal misschien nog eerst even kort uitleggen wat die R-waarde precies is. Dat zegt iets over de besmettelijkheid van een virus. Normaal gezien, als we geen maatregelen nemen, dan besmet dat virus 2 tot 3 mensen. Dat wil zeggen, van 1 naar 3, van 3 naar 9, zo gaat dat heel snel vooruit. Nu, met de maatregelen waren we erin geslaagd om op 4 mei dat cijfer te laten zakken tot 0,6. Maar nu, en dat heeft waarschijnlijk te maken met de versoepeling, zitten we opnieuw aan 0,86. Dat is wel een cijfer om in toog te houden, want als dat stijgt boven de 1, dan kan die epidemie opnieuw exponentieel gaan toenemen. Virologen hebben altijd gezegd, als we boven de 1 zijn, dan gaan we opnieuw maatregelen moeten terugdraaien. Ja, dus dat toch maar in de gaten houden. Dank je wel, Koen. Tijdens de quarantainemaatregelen hebben 6 op de 10 Belgische bedienden van thuis uitgewerkt. Dat zijn er heel wat meer dan in onze buurlanden. En wat meer is, Belgen blijven ook telewerken. Ze zijn nu met dubbel zoveel als voor de crisis. Dat blijkt uit een onderzoek van SD Works, een dienstverlener voor personeelszaken.
jouw aankoopfacturen kunnen doen? Het grootste deel. Gwenny is boekhoudster bij een houthandel. Sinds de quarantainemaatregelen werkt ze van thuis uit. Net zoals 40% van de Belgische bedienden doet ze dat voor het eerst. Voor de coronaperiode was daar helemaal geen sprake van. Ik was eigenlijk wel vragende partij, maar de werkgever stond daar een beetje argwanend tegenover. En nu door de corona is het eigenlijk aangepast en werk ik hier, van thuis. En dat zal de toekomst ook voor een deeltje zo blijven. Uiteindelijk viel dat zeer goed mee, omdat we nu verplicht waren. En de voordelen zijn heel groot. En we gaan het ook verder zetten na de coronacrisis. Volgens cijfers van SD Works blijft een kleine 40% van de bedienden ook nu nog telewerken. Thuiswerk blijft nog altijd de norm. We merken wel een lichte terugval ten opzichte van tijdens de echte crisis. Maar het gegeven blijft wel dat nog altijd dubbel zoveel mensen eigenlijk van thuis uit aan het werken zijn in vergelijking met voor de coronacrisis. Tijdens de quarantainemaatregelen werkte 62% van de Belgische bedienden van thuis. In Frankrijk was dat 59%. In Nederland 55% en in Duitsland maar 40%. Ik denk dat dat voor een stuk te maken heeft met onze werkcultuur natuurlijk. We hebben meer bedrijven die zich niet enkel op de productie richten, meer dienstenverleners. We hebben in België ook wel een heel duidelijk wettelijk kader rond telewerk. Dus dat gaat maken dat bedrijven daar wel meer en meer op inzetten. Bart Ommelijn behaalt 4.768 stemmen, dat is 29,74%. Dat wil zeggen dat Egbert Lagaard met 9.784 stemmen, 61,03%, de volgende voorzitter is van Open VLD. Proficiat! Egbert Lagaard dus. Hij komt aan het roer van Open VLD. Lagaard komt uit het Oost-Vlaamse Merelbeke, is 42 en is fractieleider voor de Vlaamse Liberalen in het federaal parlement. In zijn eerste toespraak als voorzitter zei Lagaard dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk voor zijn partij. Hij wil Open VLD vernieuwen om meer mensen te kunnen aanspreken. En hij vindt dat de partij op een aantal thema's duidelijker haar stempel moet drukken. Ik wil natuurlijk ook niet nalaten. Ik heb ook een campagne gevoerd waar ik echt wil dat we scherper en duidelijker zijn op een aantal thema's. Werkeconomie die heel belangrijk zijn, maar ik wil van de partij zeker geen one-issue-partij maken. We moeten een brede laag van de bevolking aanspreken. En op dat vlak zal ik ook veel zaken meenemen die de andere kandidaten bij hun fans en stemmen meegebracht hebben. U sprak ook tijdens de voorzittersverkiezingen over een nieuwe naam voor uw partij. Hebt u al iets in gedachten? Ik heb iets in gedachten, maar ik ga daar nog niks over zeggen. En ik vind ook dat het slotstuk moet zijn van een vernieuwingsoperatie die we bij de partij doen. Ik zou graag in het najaar een aantal congressen inhoudelijk, maar ook organisatorisch willen organiseren. En een slotstuk daarvan kan zijn een nieuwe naam. Dus het mag niet louter een nieuw ticketje zijn. We moeten voor een nieuw elan gaan en het eindpunt kan die nieuwe naam zijn. Meer over de plannen van de kersverse Open VLD-voorzitter hoort u straks in Ter Zake. Daar is Lagaard te gast. Voor de tweede avond op rij hebben verschillende huisgezinnen in de gemeente Overijse en omgeving in Vlaams-Brabant geen drinkwater. Er komt amper nog of geen water meer uit de kraan, omdat de waterreserves de vraag niet kunnen bijhouden. De reden is de droogte en het massale waterverbruik. Tot zondagavond geldt alvast in Overijse een sproeiverbod. Pascaline en haar zoontje Ernest wonen in de schaduw van de watertoren van Jezus Eik. Maar veel water hebben ze hier sinds gisteravond niet gezien. Voor één dag gaat het nog. Hij is gelukkig gisteren in bad geweest. Dus een dagje kunnen we wel overslaan. Maar inderdaad, ik zou graag willen weten of we nu in de komende 24 uur toch water zullen hebben. Want wij drinken dan in kraantjes water, dus dat is ook moeilijk voor zijn papflessen. Vanmorgen kwam er wel opnieuw water uit de kraan, maar sinds vanmiddag niets meer. En dat is frustrerend. Wel kijk, de kraan is terug helemaal droog, dus blijkbaar is er toch nog iets aan de hand. Een beetje vervelend, want we waren ook niet op de hoogte gesteld dat er een langduriger probleem zou zijn. We gaan ervan uit dat het zeker tot en met zondag zal zijn. Wij hopen dat het maandag stilletjes aan opgelost raakt. De burgemeester heeft een sproeiverbod afgekondigd, want het massale waterverbruik van gisteren is één van de oorzaken. Maar ook infrastructuurwerken zouden het watertekort in de hand werken. En veel bewoners van Jezus Eik zijn dan ook misnoegd. Wat ik ambetant vind is dat ze op de
verbruikers steken. Dat ze niet gewoon zeggen, ja, we werken. En dan kan af en toe water afgesloten zijn. Hè? Om de ergste nood te lenigen zullen vanavond en morgen onder meer vanuit de brandweerkazerne van Overijssen waterpakketten van 10 liter worden verdeeld. We weten nu al dat er centrale punten gaan zijn waar de mensen de pakketten kunnen gaan afhalen. Een van die punten zal hier de kazerne van Overijssen zijn. Intussen blijft het hier in de omgeving ook behelpen met regenwater voor wie een regenton heeft. Want de wel erg lichte regenval van deze namiddag is maar een magere troost. Als je dat regen noemt, af en toe een druppel op je... Maar oké, het is beter dan niets. Hè. Maar het is niet echt regen. Hè. En ik verwacht ook niet dat het echt gaat beginnen regenen, jammer genoeg. Het grondwaterpeil staat heel laag. De natuur en de akkers liggen er kurkdroog bij. In periodes van droogte, zoals nu, komen er dan maatregelen. Maar eigenlijk moeten we het hele jaar door bewust omspringen met ons waterverbruik, zeggen experts. Alleen dan zal het grondwater genoeg buffers kunnen opbouwen om een droge periode aan te kunnen. En daar kan iedereen zijn steentje toe bijdragen. Er zijn heel kleine dingen die je kan doen en die iedereen wel weet. Hè. Minder lang douchen, zuinig omspringen met eigen leidingwater. Maar er zijn ook heel wat andere dingen die je kan doen. Om ervoor te zorgen dat al dat regenwater dat dan toch valt in onze grondwaters terechtkomt, moet je ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk verharding hebt. Leg je oprit slimmer aan, zorg ervoor dat daar het water kan indringen. Ga je tuin niet volledig volleggen met een zwembad, met een terras enzovoort. Zorg ervoor dat als het regent, dat dat water ook effectief kan weglopen. En als je toch eens je planten wil water geven of water nodig hebt voor je moestuin, zet een regenwaterton, vang daar regenwater in op en gebruik dat voor je planten in plaats van leidingwater. Ook voor landbouwers is droogte een probleem. Maar in de streek van Ardooien in West-Vlaanderen zijn de landbouwers voortaan een pak geruster. Op deze archiefbeelden van 2 jaar geleden zijn graafwerken te zien voor de bouw van een spaarbekken bij een groot bedrijf dat diepvriesgroenten produceert. Het gezuiverde afvalwater van het bedrijf opvangen en met een buizensysteem naar de akkers brengen van een 50-tal boeren in de buurt. Dat was de bedoeling. En vandaag werkt het systeem. Vandaag ligt het bekken van diepvriesgroentebedrijf Ardo er zo bij. 150.000 kubieke meter water klaar om te vertrekken naar zo'n 50 landbouwers in de buurt via een ondergronds buizennetwerk van 24 kilometer. Dus aan de ene kant hebben we geen afvalwater meer, dus dat ook goed is voor de natuur. Aan de andere kant gaan we ook onze landbouwers in deze buurt water gaan voorzien in het moment dat nodig is om ook een zekere aanvoer te hebben van onze grondstoffen. Want als onze landbouwers geen groente hebben, hebben we ook geen aanvoer en ook geen verkoop. Dus ik denk dat het van beide kanten een win-win situatie is. Dus hier komt water toe van Ardo, dus die verdeeld wordt onder druk, afbaar. Dus als we nu de graanopdraaiing kunnen berekenen. Het bedrijf levert het water, een coöperatieve van landbouwers regelt het netwerk en de verdeling. Met een tractor water oppompen uit een beek of rivier kost 2 tot 3 keer meer. En dat zal misschien binnenkort ook niet meer mogen. Hier geen onzekerheid, er overheerst een ander gevoel. Dat we geluk hebben dat we die coöperatieve opgericht hebben voor dat water te kunnen gebruiken. Dat is een hele stap vooruit voor ons. Ja. Gemoedsrust? Ja, zeker. Een grote besparing. Via een app spreken de boeren af wie wanneer oppompt en hoeveel water hij dan afneemt. De conclusie voor zowel bedrijf als boeren is duidelijk. Dit systeem zou elders van goudwaarde kunnen zijn, met de boer als grote winnaar. Hij kan zelf beslissen wanneer de irrigatie gebeurt en ook de juiste hoeveelheid. Dat is heel belangrijk, want soms je kunt heel veel water krijgen op korte tijd, maar dan ben je meer schade dan voordelen. Maar in dit systeem heeft de boer zelf controle op zijn irrigatie en zijn regen uiteindelijk. Hè. In Pakistan is een vliegtuig neergestort met 98 mensen aan boord. Volgens de plaatselijke autoriteiten hebben 2 mensen dat overleefd. Het toestel stortte neer in een dichtbevolkte woonwijk nabij de luchthaven van de havenstad Karachi in het zuiden van Pakistan. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er in de woonwijk zijn. Het vliegtuig stortte neer op een dichtbevolkte woonwijk in Karachi. De oorzaak van de ramp is nog niet bekend. De piloot van het neergestorte vliegtuig had kort voor de crash nog technische problemen gemeld aan de controletoren. Het toestel zou een motordefect hebben gehad. Ooggetuigen zagen het vliegtuig rond de luchthaven cirkelen voor het neerstorten. Ik heb het gevoel dat ik
ये कॉकपिट गिरा हुआ था उसमें से एक तो किसी पायलट वायलट की कैप्टन की लाश पड़ी थी फिर इधर से छत पे इधर आ गए तो पता चला कि वो जहाज़ के एक दफ़ा गेयर लैंड नहीं किया शायद तो इस वजह से उसने दोबारा एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया तो जिसकी वजह से वो दोबारा यहाँ पर आके क्रैश कर। Boven de plek van het ongeval is een dikke rookwolk te zien. Reddingswerkers doorzoeken de wrakstukken en hebben tot nu toe een tiental lichamen geborgen. Minstens 6 huizen zijn ingestort en verschillende auto's zijn in brand gevlogen. De binnenlandse vluchten in Pakistan waren pas enkele dagen geleden hervat. In Peking is het Volkscongres van start gegaan, de jaarlijkse zitting van het Chinese parlement. De zitting duurt een week en had normaal in maart al moeten plaatsvinden, maar ze werd uitgesteld door de corona-epidemie. Hoe de coronacrisis is aangepakt en wat de gevolgen zijn voor de economie, dat staat nu bovenaan op de agenda. 3000 volksvertegenwoordigers die naar Peking afzakken voor de zitting van het Chinese parlement. Het is een jaarlijks wederkerende gebeurtenis. Maar dit jaar is alles toch anders. De gezondheidscontroles en de alomtegenwoordige maskers wijzen erop dat het coronavirus de politieke bijeenkomst overheerst. En ook bij de opening van dit volkscongres stond de epidemie meteen centraal. Op de eerste dag van het Volkscongres is er traditioneel een lange speech van de eerste minister over de toestand in het land en de vooruitzichten. Normaal wordt dan ook de doelstelling voor de economische groei bekendgemaakt. Maar dat gebeurde dit keer niet. Voor het eerst in tientallen jaren werd in het eerste kwartaal een inkrimping van de economie geregistreerd. We hebben Een ander thema op dit volkscongres is Hongkong, waar al bijna een jaar wordt geprotesteerd tegen de groeiende invloed van Peking. Er ligt een nationale veiligheidswet voor die onafhankelijkheidsstreven, buitenlandse inmenging en terrorisme in Hongkong moet bestrijden. In Hongkong zijn ze geschokt en tegenstanders kwamen vandaag al op straat tegen de geplande wet. Volgens hen zal de greep van Peking nog versterken en de vrijheid van meningsuiting in de semi-autonome regio nog verder worden uitgehold. Vanaf 8 juni zal iedereen die het Verenigd Koninkrijk binnenkomt verplicht worden om 2 weken in quarantaine te gaan, met uitzondering van vrachtwagenchauffeurs en medisch personeel. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete van £1000. Omgerekend is dat meer dan €1100. Een wandeling over de Millenniumbrug in Londen, met of zonder mondkapje, of even rond de Towers struinen, dat zal echt nog niet voor meteen zijn. Want de Britse regering introduceert nieuwe maatregelen voor wie het land binnenkomt. This will require international arrivals to self-isolate for 14 days. That is the incubation period of the virus. So that if people have become infected overseas, we can limit the spread of the virus at home. De overheid zal op onregelmatige tijdstippen controleren of de reizigers ook werkelijk in quarantaine zitten. En zal, als dat niet het geval is, zware boetes uitschrijven. Veel Britten vragen zich evenwel af waarom de regering de maatregel nu pas neemt en niet op het hoogtepunt van de crisis. Luchtvaartmaatschappijen en luchthavendirecties vinden de maatregel veel te bot en ongenuanceerd. Overigens blijft het aantal coronadoden in het Verenigd Koninkrijk stijgen. Vandaag alweer met 351 slachtoffers. Maar volgens de regering is corona in de hoofdstad Londen nagenoeg overwonnen. In het zuiden van Frankrijk wordt geëxperimenteerd met het heropenen van de stranden. Op een strand in de buurt van Montpellier zijn zonnekloppers weer welkom. Ze moeten wel vooraf online reserveren voor een tijdslot van 3 uur in de voor- of in de namiddag. Op het strand krijgen ze een afgebakende zone toegewezen, op veilige afstand van anderen. Zwemmen in zee mag.
Ook skiers en klimmers kunnen in Frankrijk hun hart weer ophalen, want het Mont Blanc-massief is weer open. Wie in de kabellift stapt, moet eerst zijn temperatuur laten meten en in de lift zijn mondmaskers verplicht. Maar daarna kunnen de skiers in alle vrijheid genieten van de sneeuw en de berglucht. In het Duitse Wiesbaden gaat het Staatstheater opnieuw open. De foyer bevindt zich nu buiten en mondmaskers zijn verplicht. Behalve in de zaal zelf, daar mogen de mondmaskers af. De zaal is maar voor een vijfde gevuld, want toeschouwers die niet tot éénzelfde gezin behoren, die moeten afstand bewaren van elkaar. In een ziekenhuis in de Guinese hoofdstad Conakry is zanger en muzikant Morikante overleden, bekend van zijn wereldhit Yeke Yeke uit 1987. Het nummer maakte een nieuwe golf van belangstelling los voor muziek uit West-Afrika. Er gingen miljoenen exemplaren van het lied over de toonbank. Andere nummers van Morikante werden wereldwijd nooit zo populair als Yeke Yeke. Morikante was al een tijd ziek, hij werd 70. Straks gaan we inkopen doen met enkele moslims voor het suikerfeest. Moslims vieren dit weekend het einde van de Ramadan en dan komt er veel en lekker eten op tafel. Ruben, het sportnieuws begint met nieuws dat Peter van Eno, professor Peter van Eno, eigenlijk aanklaagt. Hij ziet het niet goed komen met de dopingcontroles. Het gaat de verkeerde kant op. Hij luidt aan de alarmbel en meestal is dat geen goed teken als er aan die bel geluid wordt. Twee maanden geleden klonk het nogthans anders. Toen zei hij dat de mazen in het net wel groter zouden worden door de coronacrisis, maar dat er nog altijd een net is. Nu lijkt hij niet meer zo zeker of dat net ooit wel een deftig net geweest is. Want volgens de professor wordt er nog steeds veel te weinig op doping gecontroleerd. Zelfs voor coronatijden. Echt bemoedigend is dat allemaal niet. De tests moeten maal 10, zegt hij. Dat is een straffe stelling die om een reactie smeekt van het Wereld Antidopingagentschap WADA. Professor van Eno staat aan het hoofd van het Gentse Dopinglab, het enige door het Wereld Antidopingagentschap erkende laboratorium van ons land. En hij is heel duidelijk, het antidopingbeleid is ruimschoots ontoereikend. Internationaal is het gewoonweg soms schandalig hoe weinig er gecontroleerd wordt. Ik zeg altijd, een goed antidopingjaar is 300.000 controles wereldwijd. Voor alle humane sporters. Als je weet hoeveel duizenden professionele sporters er zijn, dan is dat peanuts. De dopingstrijd wordt aangestuurd door het Wereld Antidopingagentschap. Zij erkennen dat er vooral extra middelen nodig zijn. Until you know, there is a better acceptance that it is important to invest in the integrity of sports to protect the product, to protect the athletes, to protect the values of sport. Well, then we will play a catch-up game because it's underfunded and I don't think we can say anything else than that. Het aantal controles is de voorbije jaren sterk gestegen, van 151.000 stuks in 2003 naar 344.000 in 2018. Maar volgens professor Van Eno moet dat cijfer drastisch omhoog. Als je echt zou zeggen hoeveel moeten er effectief uitgevoerd worden, dan denk ik dat je dat zeker met een factor 10 moet vermenigvuldigen, naar 3 miljoen. Voor het WADA moet vooral de investering in inlichtingen over sporters en doping omhoog. To know when to test, who to test, so that most of these tests are conducted with you know, some strategic thinking behind it. I mean, WADA's total budget is less than most of football clubs and so on, even less than probably one player's income. So you put things into perspective and you see that it doesn't work. Eerlijke sport, het is helaas al te vaak een illusie geweest. Laten we hopen dat we die term niet op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio moeten kleven. Dat is nog wel 14 maanden lang, maar eigenlijk is dat ook overmorgen. En we weten nog niet of ze zullen plaatsvinden en in welke omstandigheden. Dat is voorlopig de sportvraag van 1 miljoen. Eén ding mag je noteren uit de mond van Thomas Bach, voorzitter van het IOC. Als de Spelen volgende zomer niet kunnen doorgaan, dan kunnen ze helemaal niet doorgaan. Het wordt de zomer van de laatste kans. Die quote rolde eruit in een gesprek met BBC. En daarmee zegt Bach zoveel als het Japanse organiserend comité eerder. You cannot forever employ 3000 of 5000 people in an organizing committee. You cannot every year change the entire sports schedule
worldwide of all the major federations, you cannot have the athletes being in uncertainty. You cannot have so much overlapping with the future Olympic Games. So I have some understanding for this approach by our Japanese partners. Dat is duidelijk gesproken. Over spreken gesproken, dat heeft Kim Kleisters voor het eerst sinds lang nog eens gedaan in een Facebook Live met de Tennis Hall of Fame. Daaruit hebben wij onthouden dat aan de ambitie nog niets veranderd is, dat Kim Kleisters ook even juf Kim is geweest, dat haar tennisracket de voorbije weken vooral op stal is gebleven en dat het hectische weken waren tussen New Jersey en Bray. Geen klassieke training, wel wat spelletjes met haar man Brian. De eerste weken van de lockdown in New Jersey waren niet ideaal voor een topsporter. We don't have a tennis court at home, so we were, you know, kind of doing some, you know, like the Andy Murray challenge. We did some volleys and we tried some other things, like just, you know, we made like a court with like the chairs, kitchen chairs, and we were playing with the kids, things like that. But not that comes close to you know, real time, like a real time tennis practice. Maar eigenlijk kwam dat ook niet zo slecht uit, want na Dubai en Monterrey had Kleisters pijn aan haar twee knieën. Oh, she's got it. I've been able to kind of let that heal a little bit and I took the time to just, you know, get off the medication and make sure that, you know, my knees were healed without putting all that pressure on. And so I've had time to do that. En daarnaast was ze ook plots juf Kim, best pittig. There's been the very patient teacher Kim. There's been the frustrated teacher Kim. Maar nu telt ze opnieuw af naar haar vertrouwde rol als tennisser. De honger is nog erg groot. Of course, the focus changed a little bit, but from the moment that I start thinking about, okay, if there is a potential US Open, I want to prepare for that. I want to be ready and I want to give it a shot and see, you know, how. Yeah, what I could do there. And so in my mind, I haven't given up. I still want to keep going and see yeah, what I can get out of myself. Dat moet de tennisburger moed geven. Ja, ze geeft niet op, dat is duidelijk. Bedankt, Ruben. De islamitische vaste maand, Ramadan, loopt op zijn einde. Dit weekend vieren moslims Eid el-Fitr, wat bij niet-moslims beter bekend staat als het suikerfeest. En daar hoort zoetigheid en lekker eten bij. Dat was vandaag te merken aan de drukte bij bakkers, slagers en supermarkten. Nu ik ben bezig aan het kopen met de vlees en ook kippen. En ook, ik koop veel koekjes vandaag. Ik heb gekocht dat. Maar voor enkele gerechten heeft Siham ook nog wat extra vlees nodig. Lamsvlees en vooral lamsgehakt is zeer gegeerd. Ieder land maakt zijn eigen specialiteit eigenlijk. Turken maken anders, Afghanen maken anders. Iedereen heeft eigen specialiteit. Maar het is met vlees, zonder vlees. Nee. Toch zal het suikerfeest, of beter gezegd Eid el-Fitr, zoals de moslims het noemen, in deze coronatijden anders zijn dan anders. Want de moskeeën zijn alleen dicht momenteel. Het is niet, geen toestemming gekregen om moskee te open doen. En je kan niet met familie, met allemaal naar die familie gaan en al. Het is maar 4 personen maximum dat je kan gaan. En dat is iets raar eigenlijk. De islamitische vastenmaand begon toen iedereen nog in zijn kot moest blijven. Sahim beleefde daardoor haar beste Ramadan ooit, zegt ze. Die Ramadan, we hebben echt heel veel tijd voor Ramadan. En we bidden elke dag, elke tijd. We lezen heel veel Koran. En we kregen tijd voor onze familie. Er is een specialiteit. En met pistache en pistacheolie. En die bakken ook allemaal voor het suikerfeest. En ook broden en alles. Maar Murad merkte dat zijn klanten veel minder kopen dan anders. In niet-coronatijden eten moslims elke avond na zonsondergang samen met vrienden en familie. Nu gebeurde dat alleen in gezinsverband. En het suikerfeest zal niet met een grote groep familieleden samen worden gevierd. Dat is geen veel bezoek, mensen niet veel kopen. Dat is niet gelijk van vorig jaar of daarvoor. Hè. Het wordt een nacht met veel wolken en vooral in de Ardennen nog kans op wat regen. Minimaal tussen 8 en 13 graden. Morgen krijgen we opklaringen en meestal droog weer. Maar het wordt koeler, hooguit 18 graden. En er staat een strakke wind uit het westen.
opende met veel goed nieuws voor de jeugd. De scholen gaan voor kleuters en voor de meeste leerlingen weer open. Speeltuinen gaan weer open. En zomerkampen kunnen doorgaan. Ik wens u nog een heel mooie avond. Tot kijk. Nu weten virologen dat kinderen onder de 12 jaar niet de motor van dat virus zijn. Concreet betekent dat dat we opnieuw perspectief en hoop gaan kunnen creëren voor honderdduizenden en eigenlijk zelfs miljoenen leerlingen. Yes! Joehoe! Kampen kunnen doorgaan, ook de jeugdcentra kunnen terug opengaan. Pas op met te grote groepen. Je moet zorgen dat die contactbubbels dat die beperkt blijven. Vandaar 50. Ja. En ik begrijp dat we nog altijd regels moeten volgen om niet besmet te raken. Zodat het voor iedereen een fijne en leuke vakantie wordt. Met de 14 Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.